Nou, ik hou wel altijd van een grapje. Ik denk dat ik op de trainingen wel vaak van veel grapjes maak. Dus ik denk dat ze daar dat doen. En heb jij dan ook nu on the spot een leuke grap? Welkom bij een nieuwe Talent Tuesday Show. Goed dat je kijkt. Ik heb hier Max de Waal naast me zitten. We zijn er één weekje eerder dan normaal, want volgende week staat de dag in het teken van de wedstrijd tegen Real Madrid. Wordt ook een mooie pot, hè? Zeker een mooie pot. Wat verwacht je daar eigenlijk van? Nou, ik denk dat Ajax er gewoon bovenop klapt en dat ze gewoon gaan winnen. En dat ze uiteindelijk doorgaan. Toon gezet. Ja, toon gezet. Max, goed dat je er bent. Ja, ja. Allereerst eventjes, ik wil je eigenlijk even goed gaan neerzetten. Want ik heb een momentje, echt een van jouw mooiste momenten, mooiste dribbles ooit uit je carrière. Je weet nog wel waar ik het over heb, toch? Nee. Ja, dat was fenomenaal. Nee, ik weet niet. Dat vergeet niemand meer. We gaan er even naar kijken. Oh, ja. Ja, ja. Deze ken ik. Hobbeltje. Wat was dit? Dit was bij mijn oude club Always Forward. En dan heb je altijd een pupil van de week. En die mag dan scoren. Alleen hier was een hobbeltje. Dus ik schoot naast. Max, een hobbeltje? Een hobbeltje. Dat veld ligt er hartstikke goed bij, daar is niks mis mee. Ja, op de film lijkt het zo, maar het was wel een groot hobbeltje. Het kwam door het hobbeltje? Kwam door het hobbeltje. Wel mooi. Klein mannetje was je dan nog? Ja, heel klein. Hoe oud was je daar, weet je dat nog? Ik denk rond 9, 8 of zo. En nu ben je 17? Ja. In Ajax onder 17? Ajax onder 17. Dit was natuurlijk even een beetje een geintje. Al vond ik het natuurlijk een hele mooie dribbel. Ja, zonde. Maar we hebben ook wat mooie beelden van je. We hebben jou door de jaren heen gevolgd. Een korte compilatie. Max de Waal, lange middenvelder. Maar dan is het hier vlak voor rust. De Waal, en het blijft rustig. Met een steekbal op Max de Waal. Max de Waal, doelpunt! 2-2. Max de Waal van ver, maar het is wel raak. Ajax op 1-0. Hansen, goed afgelegd. Max de Waal, 5-1. En dan is hier wel de 1-0. Max de Waal. En wat een pegel van Max de Waal. Ja, leuk om te zien. Leg eens even uit. Wat voor voetballer ben je precies? Ik ben een aanvallende middenvelder met ik denk wel een goede redelijke techniek. Kan af en toe wel scoren. Nou, dat zie je daar. Heerlijke streep. Ja. Hoe lang zit je al bij Ajax? Dit is mijn 6e jaar. Ik begon bij Always Forward, toen gewoon bij de minis. Hmm. En toen ben ik daarna naar een club in de Hoorn gegaan, Hollandia. Toen vanuit Hollandia ben ik gescout naar Ajax. En altijd op het veld rondgehubbeld of ook af en toe in de zaal? Ook in de zaal. Ja, het was altijd een vrijdagavond zaalwedstrijd bij Hoorn Sfeerhuis. Dus ja, dat was leuk. Waarom? Ja, was het leuk? Ja, ik vond het gewoon leuk. Ik vond voetbal sowieso leuk en zaalvoetbal vond ik ook leuk. Dus ik kon het gewoon combineren. Ik vind het spelletje gewoon echt leuk. Dus ja, ik doe het ook heel vaak. Lekker man. Dus ook nog zelfs buiten de training af en toe een balletje trappen. Ja. Ik moet ook zeggen, toen jij wegging bij je zaal voetbalclub, kreeg je een bericht mee. Maar 42, zegt dat je nog wat? Ik had wel grote voeten vroeger. Ja, nu nog steeds hoor. Maar hoe kan dat dan? Ja, ik weet niet. Ik ben ook best wel groot dus. Wat voor maat heb je nu dan? Ik heb maat 45. Niet? Ja. Niet. Mag ik doe die schoenen eens eventjes erop? Loeft. Dit is 43. 43? Ja, maar ik heb mijn kiksen gaan zijn maat 45. Dat zijn grote voetjes, joh. Grote voeten. Oké, ik wil even met jou naar de dinsdagdilemma's. Ja, laten we dat doen. Pas op dat je niet van je stoel valt, hè? Nee, even mijn schoen aan doen. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar. Oké, Max. Als je dorst hebt, krijg je borstvoeding. Of als je honger hebt, moeten je teamgenoten je voeden. Met een lepel. Ik denk dat ik dan voor het eerst ga. Dan ga ik voor het eerste, ja. Borstvoeding? Borstvoeding. Waarom? Nou, gewoon borstvoeding, ja. Maar dan zit je zo te lurken aan... Ja, maar voeden met lepel en door mijn teamgenoten elke keer. Elke avond, elke ochtend. Ik word af en toe al gek van ze. Ja? Ja. Waarom dan? Word je gek van die boys? Ja, niet echt gek, maar ik zie ze elke dag. Dus dan ook nog bij het ochtendeten, dat hoeft niet. Dat snap ik. Als je dan nu hoort en erbij zit Solomon weer daar in je mond. Dan maar borstvoeding. Dan maar borstvoeding. En als je dan mag kiezen, van wie zou je borstvoeding willen hebben? Nou, van Gaby Blazer. Die van GTST. Ja, maar zij zit heel veel op Insta nu en zo. Ja. Ik zat laatst ook te kijken naar haar en dacht, wow, ik word gewoon bijna gek van hoe chill ze dat eruit ziet. Ja, ze ziet er als een mooi meisje. Nou, Gaby, als je kijkt, heb je dan nog een momentje om borstvoeding te geven aan Max de Waal? Laat het even weten in de reacties hieronder. Of iemand anders die dat misschien zou willen doen. Ja. Wie weet. We gaan naar de volgende toe. 1 dag per week ben je wiskundeleraar of 1 dag per week werk je op de peuterspeelzaal? Werk op de peuterspeelzaal. Waarom?
Ja, kinderen vind ik vind het wel leuk om met kinderen gewoon te werken. Dus. En ik ben niet zo heel goed in wiskunde. Dus ik denk dat het wel vrij makkelijk is, denk ik. En heel goed in, niet heel goed in wiskunde, ben je er echt heel slecht in of gewoon niet zo goed? Niet zo goed. En het, ja, ik vind het ook niet heel leuk om te doen. Beter speelzaal dan? Ja, dan zou ik dat doen. En de laatste. Elke wedstrijd voetballen met boeien om je handen of elke wedstrijd voetballen op blote voeten? Nou, op blote voeten. Want met boeien kan je niet echt, je kan niet afhouden of iets. Je hebt je armen wel nodig met voetbal. En met jouw maatje 45 denk ik dat je... Ja, dat moet wel lukken, ja. Ja? Dat moet wel lukken. Oké, we gaan naar een ander onderdeel. We gaan kijken wat jouw teamgenoten over jou te zeggen hebben. Ook leuk altijd. Ja. Heb je een bepaalde verwachting? Nee. Jawel. Nee, echt niet. Echt geen niet. Idee welke smiley ze omhoog zouden houden bij jou? Nee. Nou, ik denk misschien een lachpoppetje. Omdat ik wel van grapjes hou. Dus we gaan naar kijken. Dat. Nee, ik had het al een beetje goed. Je had het wel een beetje goed. Ja. Maar ik hoor op het begin ook heet hoofd. Ja, op de training af en toe, als ik ergens niet mee eens ben, dan kan het af en toe nog wel exploderen. Maar echt exploderen? Nou, gewoon dat, een beetje boos. Niet echt dat iedereen moet afpassen of zo, dat niet. Maar je bent wel iemand die af en toe van je teamgenoot laat blijken van, dit gaat niet goed. Of, ja. Of aan, ja. Wat doe je? Op andere dingen? Ja, of aan het trainen of zo, als ze slecht fluiten, weet je. Dat. Wat doe je dan? Dan word ik een beetje boos op de scheidsrechter. Dus ja. En wat ze ook zeggen inderdaad, grappige jongen, grappig. Ja. Leg dat eens uit. Nou, ik hou wel altijd van een grapje. Ik denk dat ik op de trainingen wel vaak van veel grapjes maak. Dus ik denk dat ze daar dat doen. Maar wat voor dingen doe je dan? Zeg je dingen? Nou, gewoon ik zeg gewoon dingen wat er dan op dat moment afspeelt. Gewoon. Dat ligt aan het moment zelf. En heb jij dan ook nu on the spot een leuk grap? Nee, ik ben niet zo goed met moppen, dat niet. Dat vind je niks? Nee, dat vind ik niks. Noem eens het gekste moment van de afgelopen maanden, waarin die hele kleedkamer stuk lag om jou of dat je weer iets geks deed. Kan je nog iets voor de geest halen van de afgelopen tijd? Nee. Echt niet? Nee, echt niet. Ik weet wel iets anders. Namelijk in de kleedkamer gebeurt er af en toe iets geks, ik snap er niks van. Kijk even mee op Snapchat. Openmaken moet je. Ja. Openmaken moet je. En ik hoorde ook van andere spelers dat jij dat ook vaak in de hoofdrol zit. Ja, dit was dan toevallig Donnie. Nu was Donnie de Shark. Maar ik heb daar ook wel eens last van gehad. Maar wat is de humor van Naci Unifar. Mm-hmm. Dan moet je bij Naci Unifar zijn. Nee, maar jij weet het ook. Want jij zit die ook vindt het, als wij de deur open moeten maken, vindt hij dat grappig en dan gaat hij dat filmen. Doe jij dat ook vaak, iets filmen als... Nee. Dat doe ik niet. Dat is echt iets voor Naci. Naci legt alles vast. Bijna een vlogger is dat. Ja, het is bijna bekendheid. Ja. Hoe is het om met Naci in de kleedkamer te zitten? Leuk. Waarom? Ja, dat is gewoon een leuke jongen. Ook grappig. Want ik zie het ook een paar andere teamgenoten. Met wie heb je nou echt lekker geklikt dat je af en toe denkt, wow, vet? Ik denk wel toch met Donnie Warm. Ja, daar ga ik wel het meest mee om. Leg eens uit, wat zijn dingen die jullie doen? Nou, hij houdt ook wel echt van grapjes. Dus daar liggen we op één lijn mee. Hey, we gaan terug naar het voetbal. Afgelopen weekend speelden jullie tegen PSV. Mooie wedstrijd. Zeker. Een topper. Hebben jou ook gevolgd. Ja, dat had ik door in de... En je stond in de spits. Ik stond in de spits, ja. Dat gebeurt niet vaak. Zullen we er naar kijken? Zullen we doen, ja. Sarvo en de redding. Het schot en een goede redding. Doet dat met de ruimte. Gaat het buitenop. Van schot met links en het doelpunt. Joshua Pinedat met links. Voorzet en de kopbal en doelpunt voor PSV. Divine Rens en het doelpunt. Wat een verrassing. Divine Rens was een doelpuntje uit de dozen. Iedereen verwachtte een voorzet.
De paal en de redding van Vollaren. Zorgen met de kans en het blok. Daar zijn ze namen ver over. Max de Waal kan schieten, de Waal schiet. En Ajax wint deze wedstrijd met 2-1. Was het een goede wedstrijd, Max? Het was wel een goede, ja. Ja, we speelden wel goed, vond ik. We hebben ook gewonnen, dus dat is altijd goed. Jij stond in de spits? Ik stond in de spits, ja. Hoe kan dat dan? Want normaal ben je in middenvelder. Ik ben in middenvelder normaal, ja. Nou, er waren een paar probleempjes met onze huidige spits. Dus ja, moest ik de rol overnemen. Wel, ik vond het wel leuk om te doen, want ik stond tegen NEC vorige week ook al in de spits. Dus ik had er wel een klein beetje kunnen wennen, dus ja. Hoe gaat je af dan? Nou, ik probeer gewoon mijn best te doen en dan kijk ik wel hoe het gaat. Nog even terug naar de wedstrijd. Kan je ons een beetje meenemen in die wedstrijd? Want het was uiteindelijk het werd 2-1 voor jullie. Hoe ging die wedstrijd? Nou, ik denk dat wij in de eerste helft gewoon, sowieso de hele wedstrijd gewoon heel goed waren. Mm-hmm. Alleen ja, zij hebben natuurlijk weer één countertje en het is dan meteen een goal. Waardoor het lijkt dat zij ook wel een beetje gevaarlijk waren, maar mm-hmm. dat was ook niet het geval. En kom je zelf nog een beetje in de wedstrijd, in je eigen rol en positie? Jawel. Ja, het was wel moeilijk omdat ze natuurlijk inzakken. Ja. Dus dan krijg je weinig ruimte als spits. En hoe probeer je uiteindelijk toch nog mee om te gaan? Nou, gewoon ballen die je krijgt, gewoon alles goed doen in ieder geval. Uiteindelijk winnen jullie met 2-1, dat is netjes. Je hebt zelf niet de hele wedstrijd afgemaakt? Nee, ik kreeg op het laatst kreeg ik kramp. Ja? Kramp, ja. Wat gebeurt hier? Wat voel je dan? Nou, een hele erge steek. Ik dacht, wat gebeurt mij nou? Ja? Ja, ik had dat nog nooit gehad, kramp in de wedstrijd. Je grijpt het direct naar je been? Ja. En er komt ook direct Solomon naar je toe? Ja, Juri. Maar het ging niet weg. Wat kwam er door, denk je? Nou, weet ik niet. Ik denk dat ik iets te weinig water heb gedronken voor de wedstrijd. Of te weinig water? Ja, dat helpt meestal wel. Ja, krijg je daar geen kramp van dan? Nee. Een lekkere wedstrijd. Hey, in de kampioenspool staan jullie op dit moment vierde. Ja. Hoe gaat het seizoen voor jou persoonlijk en voor het team? Maar ik denk dat we als team, want we schuiven natuurlijk heel veel mensen door. Maar ik denk hoe wij dan oplossen is wel goed. Maar ja, de vierde plek is natuurlijk niet heel goed. Nee. Maar dat komt wel goed. En wie staat er onderaan? Ja, PSV. Dan moet je er eigenlijk een beetje om lachen, of wat? Ja, zeker. Hoe kan dat? Ik heb geen idee. Ik weet niet wat ze daar dan in Eindhoven aan het doen zijn. Je stond in de spits, normaal middenvelder. Ja. Wat is leuker? De middenveld. Leg eens uit. Je krijgt meer ballen, dat wel. En het is ook een beetje vertrouwd, dus dan neig je sneller daar naartoe te gaan dan in de spits. Maar scoren kan je wel. Ik weet ook wel een wedstrijd tegen Vitesse. Ja, dat weet ik ook nog wel. Wat gebeurt hier? Leg eens uit. Ik stond wissel en kwam erin. Volgens mij stond het 2-0. Mm-hmm. Ik scoorde twee goals. De 2-2. Dit is de 2-2. En uiteindelijk gaan we met 3-2 er vandoor. 3 punten. Ik vind het ook mooi dit. Ik zei dat tegen je. Als jij wegrent ook, wat gebeurt er daarna met jou? Ja, dat weet ik zelf ook niet. Dat gebeurt gewoon. Het gebeurt gewoon. Ontlading. Ja. Je scoort ook met je rechter en je linkerbeen. Ja. Ben jij tweebenig? Nee, dat niet. Het is gewoon puur geluk? Ja, nou, geluk niet. Ja, ik kan wel wat met links, maar ik ben niet tweebenig. Gewoon zeggen van ja, nee, ik ben tweebenig, ik ben de beste die er is. Nee, ja. Nee, wel bescheiden blijven. Ja. Scoor jij wel eens ook meer dan 2 goals? Want hier scoor je 2 goals tegen Vitesse. Oh ja, en tegen Excelsior was dat. Volgens mij waren dat 4 of 3. Volgens mij 4. Zullen we eens gaan kijken? Ja, het waren wel makkelijke goals, maar kijk, ze tellen wel. Je eerste, zometeen scoor je tweede. Ja, ben je daar een beetje van op de hoogte, dat je precies weet wanneer je scoort, hoeveel? Ja wel. Deze staat ook in zijn geheel op YouTube. Hoeveel is die video bekeken? Ik heb geen idee. Raad eens. Gewoon een videootje van jullie tegen Excelsior al jaren geleden. Hoeveel zou die bekeken zijn? 10.000 of zo? 600.000 keer als ik het goed heb. Bizar toch? Ja, dat is. Dan zit jij dan de hele tijd te reloaden op de knopje? Nee. Even eerlijk nu. Ik heb hem wel een keer gezien, dat wel. Nee, maar even eerlijk. Nee. Je teamgenoot zegt dat jij de hele tijd opnieuw zit te laden. Nee, dat niet. Dat doe je niet. Ik heb hem wel een paar keer bekeken, maar ik heb hem niet, heel vaak bekeken. Jij scoort hier 4, dat is een hele hoop. Hou je ook een beetje de andere wedstrijden op de toekomst in de gaten? Jawel. Van jeugdteams? Jawel. Dit weekend niet heel veel goals en we gaan wel even kijken naar de hoogtepunten. Is goed. We beginnen met jullie wedstrijd van Ajax onder 17. Het Ajax onder 17 van Max de Waal wint met 2-1 van PSV onder 17 en neemt nu de vierde plek op de ranglijst in. Zaterdag staat er voor de ploeg van Dave Vos een mini-klassieker op het programma. Dan nemen zij het op de toekomst op tegen Feyenoord onder 17. En de Ajax-vrouwen boeken een zeer belangrijke overwinning in de strijd om de landstitel. In eigen huis verslaat de ploeg PSV-vrouwen met 1-0 en daardoor is het nu zelf koploper. Concurrenten Twente en PSV volgen op 1 en 2 punten, maar hebben beide een wedstrijd minder gespeeld.
En Ajax onder 19 verliest met 3-1 in de Noord-Hollandse derby tegen AZ. De ploeg van John Heitinga begon goed en kwam na rust via Brian Brobby op 1-0. Maar desondanks kwam de thuisploeg nog langzij. En door deze nederlaag verliest Ajax ook de koppositie in de kampioenspool aan NEC. De eerstvolgende competitiewedstrijd spelen de Amsterdammers nu op 9 maart thuis tegen Sparta Rotterdam. Kijk je ook vaak naar Ajax onder 19? Jawel, ja. Heb je daar ook een soort iets bij van, oké, daar wil ik echt zo snel mogelijk naartoe? Jazeker. Wanneer ga je dat doen? Ja, ik hoop zo snel mogelijk. Het is wel een doel. Je mag dromen zo meteen in de glazen bol. Ja. Maar allereerst gaan we nog even naar een persoonlijkheidstestje voor jou. Ja. We gaan naar My Picks toe. Is goed. Max, wat is jouw favoriete app? Ik denk Snapchat. Waarom is dat de leukste? Communiceren met vrienden. Communiceren met vrienden? Ja, communiceren wat met vrienden. Wat is dat voor uitspraak? Praten met vrienden. Ja, maar communiceren met vrienden. Oké, wacht. Ik hoor van iedereen, je bent de grappenmaker van het team. Ja. Je doet gekke dingen op de training, af en toe even het uitvallen tegen de scheidsrechter. Ja. En dan zeg je nu tegen mij, communiceren met vrienden. Ja. Nou ja, voor mij zit je gewoon lekker op Instagram, zit toch een beetje te liken en zo. Oh ja, ook, maar ik denk dat ik Snapchat het meest gebruik. Ja? Ja. En wat is het spel dat je het vaakst doet op je telefoon? Helingsjump. Wat is dat? Dat is een spelletje. Hoe gaat dat? Je moet allemaal levels halen met zo'n balletje en dan moet je tussen die gaatjes door. Is dat leuk? Dat is zeker leuk. Misschien moet ik het ook eventjes gaan doen. Ja. Wat is de smiley die je het vaakst gebruikt op je app of WhatsApp? Ik denk net hetzelfde als die van Solomon met die oogjes. Ja? Ja. Doe het eens na. Want nee, dat kan ik niet. Jawel. Nee, dat kan niet. Maar hij deed het helemaal zo omhoog, toch? Ja, zo omhoog. Ja, nou ja, dat komt dan een beetje in de buurt. Wanneer gebruikt hij dat dan? Nou, gewoon bijvoorbeeld bijna achter een grapje of zo, weet je. Dat je oogjes dan omhoog gaan. Wie is de beste voetballer ter wereld? Zlatan Ibrahimovic. Ah, mooie keuze. Ja. Waarom vind je hem zo'n heerlijke voetballer? Nou, gewoon groot, sterk, mooie acties altijd. En het is ook leuk dat hij hier bij Ajax heeft gespeeld vroeger. Ja, en zijn persoonlijkheid speelt ook mee? Nee, dat niet per se. Maar het is wel, af en toe is het wel leuk om te kijken. Het is toch wel vet, hè? Ja, het is wel vet. Zo'n Mourinho, zo'n Zlatan die af en toe zoiets hebben. I'm the best of the world. I'm not the one of thousand, I'm the special one. Ja. Vind ik heerlijk. Ben je ook een beetje zo? Nee. Ligt dat arrogantie? Nee. Wat is je grootste voorbeeld naast het voetbal? Nee, heb ik niet echt. Ik hoorde van de cameraman, die staat er nu heel erg leuk. Ja, mijn opa. Vertel eens. Ja, omdat hij altijd komt kijken. En dat is gewoon een trotse opa. Ja? Ja. Is dat belangrijk voor jou? Jawel, opa is wel belangrijk voor mij. Leg eens uit. Wat vind je het fijn dat hij er af en toe is? Nou, gewoon. Het is gewoon nog bijzonder ten eerste dat hij nog leeft. Dus. En hij maakt altijd foto's. Hij is er gewoon altijd dus. Dat is gewoon goed. Wat een lieve opa. Zeker. En wat een lieve jongen ben jij. Zeker. Ja, maar als je moet kiezen, ben jij lief of ben je stoer? Lief. Nou, dat is lief. Wat is je favoriete muziek? Gewoon een beetje hip-hop. Gaan we nu opzetten, een nummertje? Migos, Moving Too Fast. Geen idee, maar ik denk dat die wel lekker is. Die is wel goed, ja. Kan je neurien? Nee, dat kan ik echt niet. Wat is het grootste compliment wat je ooit hebt gekregen? Als jij premier van Nederland zou zijn, ja. Wat zou jij veranderen? Wat zou je doen? Moeilijk. World peace? Of net zoals die vrouwen dan zeggen, world peace? Of zou je iedereen een miljoen geven? Ja, niet een miljoen, ik denk wel een paar miljoen. Een paar miljoen? Een paar miljoen. Dat is wel lekker. Dat is lekker. En als jij een paar miljoen zou hebben, wat zou je daarvan kopen? Een huis. Met ergens in een lekker warm land. Hierachter schilderen we nu even wat je noemt. Huis komt op de huis, achtergrond. Huis, zwembad. Ja. Mooie auto's. Ja. En een mooie vrouw. En Gaby, hoe heet je achternaam? Gaby Blazer. Nou, die staan nu allemaal op de achtergrond. Ja. Dus dit is zeg maar wat Max de Waal later heeft daarachter. En dan nog zo'n babytje zo erin doen, zo. Zo'n babytje zo. Ja, zo'n klein babytje. Zo'n kleine baby. Klein babytje. Die doen we er ook in. En de mooiste vrouw heb ik je al gevraagd. Ja, ik denk dat ik al een paar keer heb gezegd deze aflevering. Ja, dat is lekker. Heb je haar wel eens een DM'tje gestuurd al? Nee. Er zit een kleine twijfel in. Er zit een kleine twijfel in, ja. Ja, jawel, heb je het wel gedaan? Nee, echt niet. Mag ik je checken? Nee, ik heb mijn telefoon hier niet bij me. Maar... Ik geloof je. Je kan het aan de vragen. Ik geloof je. En hoe ziet je gezin eruit? Papa, mama, broertjes, zusjes? Ja. Dat gewoon? Ja. Wat zijn dingen als je thuis bent wat je met ze doet in het weekend? Meestal gaan we gewoon naar Amsterdam, gaan we bijvoorbeeld veel naar de bios of zo. Nice. Of veel winkelen. Wat koop je meestal? Kleding. Wat voor kleding? Ja, gewoon de kleding wat ik nodig heb, shirtjes, truien. Geef je veel uit eraan? Nee, ik niet. Mijn ouders wel. Mijn ouders wel? In ieder geval mijn moeder dan. Ja, mama, gewoon door blijven kopen. Want je moet er goed uitzien, toch? Zeker. We gaan naar de glazen bol toe. Ja, laten we dat doen. Toekomst te voorspellen, Max.
Kijk, de glazen bol. De glazen bol. Je kent het fenomeen. Ik ken het fenomeen, ja. Nou, ga je gang. Ja. Over... Goed zo, ja. Goed. Ja, heel goed. Over 3 jaar dan speel ik... Dan heb ik tenminste mijn debuut gemaakt bij Ajax 1. Over 3 jaar? Over 3 jaar. Dan ben je 20. Ja. Oké. En in de tussentijd, wanneer zit je bij Ajax onder 19? Ik denk gewoon vanaf een nieuw seizoen. Netjes. Dus. Over 3 jaar Ajax 1? Ja. Wat ga je daar bereiken? Nou, ik denk dat ik hoop wel een keer kampioen te worden met Ajax. En ook nog Champions League te spelen. Hoeveel doelpunten je eerste seizoen? 4. 4? 4. En na Ajax, is dat het plafond of gaat er nog iets gebeuren? Ja, ik denk dat er nog wel iets gaat gebeuren. Ik hoop op een mooie transfer naar Barcelona of andere mooie clubs. Wel hand erop houden, anders dan... Ja, ik hoop op een transfer naar Barcelona. Direct al? Nou, niet direct. Wanneer heb je het wel hoog in je bol? Ja, zeker. Maar tussenstapjes. En wat was de tussenstap? Ergens naar Engeland of zo. Noem ze een club? Mooie club? Manchester United. Nou, dat wordt een mooie carrière. Ja. Ik hoop dat het gaat lukken. En als het niks wordt, Max, kan je altijd nog iets anders gaan doen. Heb je wel eens bij Ajax Media iets gedaan? Ja. Commentator geven. Hoge voorzet. Lijkt iets aan de tweede bij de tweede bal. Oh, god. Wat een hakbal. Ja, dat is niet normaal. Dit wordt er eentje, hoor, later. Ja. Heerlijk. Ja. Fenomenaal. Kan altijd nog. Dat kan toch altijd nog? Kan altijd nog. Nou, als het zover is, laat het ons even weten. Ja. Dan kan je bij ons nog terecht. Is goed. Maar we gaan nog over uit je eerst die voetbalcarrière gaat afmaken. Ja, ik ook. Max, ik wens je wel veel succes met je verdere carrière. Gaat lukken. Jullie spelen volgende week tegen Feyenoord, mini-klassieker. Ja. Hoe gaat die wedstrijd uitpakken voor jullie? Nou, goed natuurlijk. We gaan gewoon winnen. Lekker man. Daar houden we het erop. Daar houden we het op. Gaan we hem bij deze afsluiten. Dankjewel, ja. Max. Als je nou denkt dat Max de Waal en zijn team gewoon gaan winnen van Feyenoord onder 17, even duimpjes omhoog. Vond je deze aflevering leuk? Doe dat ook. Wij zijn er volgende week niet, want dan speelt Ajax uit tegen Real. Jij zei al, wat een makkelijke wedstrijd. Ja. We zijn over 3 weken weer. Hebben we ook gekeken hoe het in de Youth League gaat tegen Lyon. Dus graag tot dan. Dit was de Talent Tuesday Show voor vandaag. Fijne dag, kerel. Fijne dag. Thanks.